Ja, dankjewel. Ja, het is wel een speciaal gevoel. Ik had niet verwacht dat het ja, er eigenlijk van zou komen. En vorig jaar toen, want toen zat ik bij Charon Cherry in het team en hij maakte het allemaal mee, was ik ergens toch wel een beetje jaloers. En had ik wel zoiets van, hey, ik wil ook. En ja, nu voor de eerste keer bij de voorlopige selectie zit, is wel een heel ja, trots gevoel. En ik hoop dat ik ook in de definitieve selectie zit dan. Ja, om het even te hebben over je carrière. Waar ben je begonnen en hoe is je carrière tot nu toe verlopen? Ik ben begonnen in Amsterdam-Noord bij Sporting Noord. En toen eigenlijk, ja, toen heb ik in de jeugd bij FC Volendam en Omniworld gezeten. En de laatste periode in de jeugd heb ik bij Ajax gezeten. En toen heb ik niet het eerste gehaald, maar ben ik eigenlijk via Zwolle, FC Zwolle, ja, toch in het betaalde voetbal terechtgekomen. En toen, ja, ik heb best wel wat clubs gehad. Dus toen ben ik naar VVV Venlo gegaan. Bij Heerenveen heb ik gespeeld. Ben ik nog verhuurd aan ADO Den Haag een halfjaartje. En toen, ja, toen ik 19 was, was ik benaderd door Middlesbrough om al naar Engeland te gaan. En toen vond ik mezelf nog te jong daarvoor. En op mijn 22e had ik zoiets van, ja, ik ga het gewoon doen. Ik had altijd al in Engeland willen spelen. En bij zo'n grote club ook. Dus toen ben ik naar Middlesbrough gegaan. En heb ik uiteindelijk 5 jaar in Engeland gespeeld. Bij Middlesbrough, Wigan Athletic, Cardiff City, Norwich City en bij Bolton Wanderers. En ja, hele mooie wedstrijden meegemaakt. Mijn eerste wedstrijd was uit bij Liverpool, geloof ik. Ja, Manchester United uit, Manchester City uit. Ja, dat zijn toch de wedstrijden waar je het voor doet. En toen ben ik na 5 jaar wou ik weer wat anders proberen. En toen ben ik in Israël terechtgekomen. En bij Maccabi Haifa. En nu, dit is mijn eerste seizoen in Bulgarije bij CSKA Sofia. Je periode in Engeland, het Engels voetbal, hoe was dat voor jou? Want je hebt eerder in Nederland gespeeld, en dan overschakelen zo lang naar Engeland. Hoe is Engels voetbal? Ja, het is echt heel erg fysiek. Het is echt 95 minuten lang bijna gaan, lange ballen, vechten, rennen. En ik heb echt, denk ik, 3 maanden nodig gehad om daaraan te wennen, aan de intensiteit. Maar op een gegeven moment, als je eraan gewend raakt, dan ja, is het eigenlijk het mooiste voetballand wat er is voor mij dan. Elke wedstrijd, je weet niet wat, een mooi stadion. En ja, het was gewoon echt een hele mooie belevenis. Alles eigenlijk. Nu ben je in Bulgarije bij CSKA Sofia. Hoe bevalt het je daar? Ja, heel goed eigenlijk. Het was net als toen ik naar Israël ging, wist ik niet zo goed wat ik ervan kon verwachten. Ja, als je over voetballanden hebt, dan is Bulgarije niet het eerste waar je aan denkt. Maar toen ik hoorde dat ze de afgelopen jaren altijd in de Europa League speelden en nu ook voorronde Conference League. En dat ze ja, gewoon een topteam is in Bulgarije, heb ik besloten om het gewoon te gaan proberen. Er zijn nog 3 andere Nederlandse jongens, dus dat was ook een pluspunt. Maar ja, tot nu toe bevalt het heel goed. Conference League, groepsfase hebben we gespeeld. En we staan nu tweede in de competitie met nog kans om kampioen te worden. Dus ja, tot nu toe bevalt alles goed hier. Ja, en het eten, je bent in verschillende landen geweest. Hoe is het aanpassen? Ja, hier is het wel aanpassen. In Israël was het eten heel lekker. En hier is het iets minder. Maar gelukkig kan mijn vrouw goed koken. En zijn er nog wel oké restaurants hier in de buurt. Dus we mogen niet klagen. Ja, je binding met Suriname, hoe is dat? Ja, mijn vader is Surinaams. Hij is helaas 5 jaar geleden overleden. En ja, mijn tantes, mijn nichtjes, mijn neven, ja, die wonen allemaal nog gewoon in Amsterdam en omstreken. Dus toen ik mijn tante moest bellen om voor documenten die ik nodig had om mijn paspoortaanvraag te doen, heb ik volgens mij kon ik mijn oor niet meer gebruiken van het harde geschreeuw. En
Elke dag vragen ze nog steeds, gaat het lukken, gaat het lukken? Ja. En ja, ze zijn heel blij en trots. En ook, ja, ze kijken er ook naar uit om hopelijk voor Natio te zien spelen. Ja. Welke positie speel jij? Mijn favoriete positie is linksbuiten. Daar speel ik eigenlijk mijn hele carrière al. En, maar ik zou ook aan de rechterkant kunnen of eventueel in de spits. Maar als ik echt mijn favoriete positie is aan de linkerkant. Okay. Heb je al gesproken met trainer Menzo? Nee, nog niet. Ik heb wel met meneer Tevreden gesproken en met alle andere mensen die bezig waren met mijn paspoortaanvraag. En ik denk als de echt definitieve selectie bekend wordt gemaakt en ik daarbij zit, dat dat wel zou komen. Toen ik met meneer Tevreden sprak, hij zei, we gaan je paspoort voor je regelen, maar dat biedt geen garanties dat je erbij zit. Je moet het zelf laten zien en het is jou en de trainer. Dus, maar ik ken hem al wel een beetje, ik ben hem een paar keer tegengekomen en ik kijk ernaar uit om hem te ontmoeten en aan de gang te gaan eigenlijk. Waar zit jouw specialiteit in als vleugelspeler? Ik ben redelijk snel. Ik ben goed in de 1 tegen 1 duels. Ik hou echt van acties maken, dus dat is wel echt mijn kracht. En ik denk ook dat ik nu best wel veel wedstrijden heb gespeeld, verschillende landen. Dat ik ook met mijn ervaring ook wat kan betekenen voor jongere spelers. Dat is iets wat ik ook nu de laatste jaren doe met mijn eigen team. En doelpunten assisten, daar probeer ik het team mee te helpen. Maar ik denk dat gewoon de acties en de snelheid dat wel mijn pluspunten zijn, mijn sterke punten. Okay. 22 maart gaat Nacho richting Thailand, trainingskamp afwerken en 27 tegen Thailand, kijk je er ook naar uit? Ja, heel erg. Ik weet natuurlijk dat je bij de voorlopige selectie zit, maar ik kan eigenlijk niet wachten totdat de definitieve selectie bekend wordt gemaakt. Ik heb Charon al elke dag op de app die zegt, je zit erbij, je moet erbij zitten, want we gaan samen. En om daar naartoe te gaan, ik ben er nog nooit geweest persoonlijk. En in het team zitten ook veel jongens met wie ik vroeger heb gespeeld of die ik ken. Dus het is ook leuk om die jongens allemaal weer te zien. En tot slot, wat zou je nog willen delen met Suriname? Suriname, dat ik hoop dat ik snel bij het team zit. Dat ik de supporters ook wat moois kan laten zien van mijn kwaliteiten. Het team kan helpen om de volgende zin in te hebben. En zeg ik dan een beetje.